Boom! <laughs> Call of Duty Modern Warfare 2. We zitten er klaar voor. We zaten er ook klaar voor. We zitten er altijd klaar voor. Want, ja, hier doe je het voor toch, jongens? Dit is toch gewoon de. Dit is toch dat. Dat eens in het jaar dat de herfstblaadjes gaan vallen. Oh, dat er weer zo'n grote. Nieuwe dat is titel... bij FIFA. Ja, maar dat is hier dat ook bij man. Toch ook? Ja. elk jaar. Het, is het weer op het nog tol, Het verhaaltjes van, van de herfstbladeren. Is, hoort, hoort inmiddels bij FIFA. Ja, daarom. Het is, uh, dat is heel wat Jezus ding. Maar goed, ik denk. ik. Uh, ik, ik bouw eigenlijk een soort voorzetje voor jullie in dat je hem in kunt koppen. Want aan de ene kant hebben we hier te maken met misschien wel een van de grootste games releases van het jaar. Aan de andere kant is ja. het ook zo'n ontzettend uitgemolken cliché om het daarover te hebben. Dat je zoiets hebt van ja, het kan eigenlijk alleen maar teleurstellen. Maar goed, ik wil niet gelijk naar de conclusie toe. Niet dat het teleurstelt, maar je begrijpt wat ik bedoel. Misschien ook wel. Misschien ook wel, misschien niet. Kunnen jullie even vertellen uh, wat Call of Duty uh, Modern Warfare 2 precies te zoeken heeft in Amsterdam? Um, wat het precies te zoeken heeft in Amsterdam. Ik denk dat het gewoon een mooie locatie is, die natuurlijk al vaker in, uh, in Call of Duty is voorgekomen. Dus ik denk dat die assets er al waren. Dat oh ja, moet, dat moet haast ook. We zien wel. even hier de beelden. Hè? Ik bedoel, ja, uh, dit is belachelijk. Jongens, trouwens. jongens, jongens, jongens. Het oude kerksplein in Amsterdam. Zien we daar? Ik kijk echt mijn ogen uit wanneer, uh, wanneer dit. En dit is op PlayStation 5. Het we, uh, is wel de eerst, mooiste versie, toch? Weet ik niet. Ik denk de PC-versie. Want eerst, uh, voor het eerst toen we deze beelden te zien kregen, uh, dat was van de PC-versie. Maar ook op PlayStation 5 kan ik, ja, je ziet het zelf. Ja. Uh, kan ik kan bevestigen dat het er geweldig uitziet. En uh, ja, in, in Cold War zat natuurlijk ook Amsterdam. En uh, vlak voorafgaand aan dit stukje, dan zit je in de havens, uh, bij de grachten, uh, heb je een kleine sneaking missie. En daar komt veel overeen met wat, uh, wat er ook in Cold War zat van Amsterdam. Ja. Dus ik denk dat ze dit gewoon uh, aan hebben geplakt. En ik kan je heel eerlijk vertellen, en uh, ja, dat mag je interpreteren zoals je het natuurlijk zelf zou willen, maar dit was een van de hoogtepunten van, van de campagne. Nou, ik zag dit niet aankomen en uh, de missie begint. Het begint eigenlijk al eerder in Amsterdam. Uh, maar dan moet je door de grachten zwemmen en dan kan het zoiets van nou, grappig, oké, okay, maar no-way en helpt dat dat ook maar enigszins ergens op slaat. Ik bedoel, Amsterdam is een van de meest toeristische plekken van Europa. En daar ga je niet... Maar zelfs die pisbakken, hè? gewoon die, die komen overeen. Nou, de, heel veel klopt, maar heel veel klopt ook niet. Weet je, die plantjes daar, volgens mij staan die dat witte hekje daar. Dat snap ik niet, maar, maar goed, oké. Okay. No peeing on the street borden en ja. no alcohol, die, uh, die staat er zeker wel. Alleen de boete klopt niet. Het staat 100 nee. euro, dat is 95. Ja, precies inderdaad. En er zijn nog een aantal dingen waaronder het... Um... Ja, dit bankje dat staat daar niet, dat weet ik ook zeker. Ja, maar gaan we ja. dit nu even uh, volledig uh, dissecten? Ja, of ja die, blaadjes, we... die blaadjes. Die blaadjes ik heel eerlijk. Vinden jullie dat niet mooi? Die ik blaadjes. zeg je heel eerlijk, die man heb ik ook nog niet eerder gezien. Die man zit daar <laughs> niet zo, hè? Nee, nee. nee. En die gebouwen is allemaal recht. Die zag ik ook voorbij komen ergens. <laughs> staan, nee, die huis allemaal schotse schepen, Amsterdam. Uh, muziek, daar op het Oude Bekkerplein met. Um, dat kan ik natuurlijk nooit. En er zijn versterken. geen hoeren om de kerk. Nee, want daar nee. zitten die Afrikaanse heb ik me laten vertellen, daar zitten uh, Afrikaanse hoertjes. <laughs> Heel overtuigend dit. Ja, <laughs> ja, nee, ik geloof je gelijk. Skat. Maar de, um, nee, de, tegenwoordig zijn al die hoeren al lang weg. Het oh. is nu allemaal een soort van. Nee, die zitten daar nog wel. Het is 50 /50 50 nu een soort van. Kunst. Kunst 50-50. Van afstuderende rietveld studenten die hier een tentoonstelling doen. en Dat soort shit. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat uh, uh, ik echt zoi zoiets had van: fuck, eindelijk ik in Amsterdam rondlopen en um, ja soort van eindelijk kon je in Amsterdam rondlopen eindelijk kon ik in Amsterdam je rondlopen nog nooit gedaan eindelijk kon ik echt in Amsterdam rondlopen in een videogame kijken en wie is daar de grote held de de oudgediende Price captain Price en die uh, captain Price was ook gewoon in Amsterdam het is een beetje alsof Justin Bieber, als je die tegenkomt in Amsterdam, wat ook al eens gebeurt. Het is wel echt een premium review, hoor. We gaan in-depth in, depth in <laughs> op, uh, op het Amsterdam-stukje, wat ja. wel geteld twee minuten duurt. Ja, iets langer. Nou, maar oké, okay, wat... Met een, met een vuurgevecht erbij. Maakt het sens dat we in Amsterdam zijn? Het is gewoon zo van, oh nee, de Togolese zit in Amsterdam. Fest Dit is hoe het toch al jarenlang gaat in die campaigns van Call of Duty. Ze duren zes tot acht uur, of vijf ja. tot zeven uur. En uh, je gaat de hele wereld rond. Dan weer zit je in Brazilië. Dan weer zit je in uh, fucking Mexico. Dan weer daar, dan weer daar. En dat is in dit deel eigenlijk niet anders. Uh, je zit weer met een stel oudgediende. Soap, Price, uh, Ghost, weet je wel. Ze zijn nu allemaal weer van de partij. Ik, ik heb ik, de timelines. Ik, ik snap er helemaal geen droom meer van. Nee, het, het lijkt gewoon de ene slijm. In de het, ene, is lijm. In het het slijm. slijm was hij dood en, en nu weer niet. En, het is een reboot, hè? Dat is een nieuwe versie. Ja, dus je, je moet dat weer loslaten, allemaal blijkbaar. Het lijkt wel een soort multiverse. Ja. Maar, uh, maakt het uit. Lekker belangrijk, man. Nee, oké, okay, maar het is leuk om weer gewoon met die oude mannetje te spelen. Weet je, met, met wie in uh, Man of Warfare 1 uh, van 2007 al. Nou, op ik, speelde. ik moet ook wel zeggen, deze karakters allemaal uh, Het zijn gewoon uh, stelletje toffe guys. Ze hebben zijn, gewoon toch het wel... hoogtepunt uit die, uit die hele franchise hebben ze genomen. En dat, dat hebben ze in Modern Warfare 2 uh, gepropt. Nou, dat, nee, maar dat wil ik zeggen, die karakters aan zich. En die zijn hier beter gedaan dan voorgaande games. Die, ja, dat zijn hoogtepunten van de campagne zelf ook. Ja, precies. En dit zijn het soort momenten, weet je? Dat je gewoon, oké, okay, je dropt in een gebied. Je hebt een briefing gehad. Nou, en dan ga je, weet je. En dan speel je die game het liefst, uh, inderdaad, zo moeilijk mogelijk. Zodat het ook nog een beetje spannend is. En dan. Uh, ik hey, vond hem best player, wel pittig hoor, de player. campaign. Yeah? Ja, ik heb hem uh, want normaal gesproken speel, hem, speel ik hem op, uh, op, op Hardend. Uh, en ik heb deze op normaal gespeeld, omdat uh, ik, ik had nog geen code op mijn eigen account. Dus die stond alleen op een GameKings account. Nou, ik denk, nou okay. voor de review doe ik dan even gewoon normaal. Was toch nog een aantal echt hele frustrerende momenten. En, en, en ik moet je ook zeggen, ik vond de campaign heel matig. Ik vond hem echt heel erg matig. Want, het, het komt ook deels, de, 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 de moeilijkheid zit deels ook in, som, in, in, sommige, in de lengte van sommige sequences. Ja, en domme shit gewoon. Weet ja. je wel, van, van, dat heeft niks met skills te maken. Dat is trial and error. Weet je wel, oh, dan zit hij daar om de hoek. Weet je wel, oh ja, de hoek, dat had ik nooit kunnen weten. Had ik nooit kunnen checken. Weet maar je dat wel? is toch zo werkt het toch? Ik bedoel, als jij echt Special Forces bent en je rent een gebouw binnen en dan zit iemand om de hoek, ja, dan kan je nog zo goed zijn, dan ben je dood. Nee, en maar het is een game. En, nee, en, ik, ik, en, ik, en weet je, de enige manier om erachter te komen dat iemand daar om de hoek zit, is om eerst doodgeschoten te worden. En dat ja, is geen leuke gameplay. Nee, maar ik heb bijna het idee daarvan, van je moet het ook, je ziet het ook hier, ik weet niet wie dit gecaptured heeft, maar je, ja, je moet niet als een debiel naar binnen rennen. Ja, dat is, gewoon dat, dat is de, de multiplayer, laten ja. we daar Laten La, we, laten we zo eerst even, even bij hebben. de campagne. Ja, ja, precies. Nou, okay. nou goed, de campagne. Ja, nou ja, kijk, van de campagne hoef je niks nieuws te verwachten. Dit is gewoon, het is... Call of Duty ten voeten uit, uh, set pieces, uh, rollercoaster rides. We, we kennen de term nou, in. Ik vond het spannend, ik nee, nee. vond het geloofwaardig. Ik maar... vond het en iets spannend en juist wat, wat Call of Duty normaliter moet zijn voor mij, want dat vind ik ook wel cool aan de campagne. Vroeger speelde ik geen multiplayer voor Call of Duty, deed ik alleen de campagne oh, ja? tof. toffe, snelle rollercoaster ride, Hollywood actie, vond ik nice. En uh, bij deze, ik had echt zoiets, jezus, ten eerste, sommige missies duren echt. Veel te lang. Ja, dat echt is een, echt een veel andere kort. veel te kort. Nee, maar echt... echt ja, de vette Veel te kort. <laughs> en, en weet je, dan ga je boven in, uh, in de lucht in een helikoptertje zitten. Zwart-wit beeld. Ja, ja dat is de AC-130. Huh? Maar, maar de AC, -man, ja, dat vind ik bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja, maar, ja, maar dat is gewoon echt als fanservice. Dat is, fanservice, want dat 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 is fanservice. Zat natuurlijk in Modern Warfare 1. Weet je ja, wel, uit, zeker. Maar, maar dat, dat weet je hoe vet dat is? Dat, dat, hoeft, dat hoeft niet. Ja. fucking drie uur te duren, van mijn gevoel. En je kan ook niks doen, want ook daar is het weer van. Oh, schiet je daarop? Oh nee, daar mag je niet op schieten. Ja. Opnieuw. Weet je wel? Oh, ja, ja, je moet hem wel doodschieten, maar pas als hij het zegt, weet je wel? Ja, ja. En dan, Dieves, Kijk, kijk, die meme van, van Ben Affleck die buis, buiten staat te roken. Dat is het gevoel wat ik heb bij die fucking missies de hele tijd, man. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vond de eerste drie uur best wel leuk. En nou, op een gegeven moment, ook met de uitzondering van deze missie. Ik was er wel klaar mee, man. Toen voelde het. Ik vind werk. jullie aan het haat hier nu. Nee, het, hey, het is koos, hè? Het is ja, maar ik, weet je, het is een. Deze singleplayer shit. Weet je, ik, er zijn tijden geweest dat ik, dat ik er echt op neerkeek. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ik vind het een soort Snap ik. intellectuele armoede, armoede in videogames. Maar ik realiseer me ook ergens van: dit is wat de. De, de mensen willen, weet je? Dit is gewoon wat ze. Ik wil. Ik denk dat heel veel mensen kopen deze game. die gamen nooit. Die hebben zoiets van, maar ik ben toch een gamer. Die hebben dan in de kazal staan. Die kopen dit. En dan gaan ze die single player spelen. En dan zijn ze blij dat ze hem een zes uur uit hebben gespeeld, Dan kunnen ze op hun werk zeggen dat ze Call of Duty hebben ja, Maar dat is die mainstream en die is helemaal getraineerd hierin. Ja, maar, die die weten niet beter dan dat een Call of Duty. Precies. Zo gaat. Ja, ja. Maar dat maakt het niet per se. Dat zijn uh, alle games goed. die ze spelen. Nee, ik er laat me nog een voorbeeld aanhalen. Kijk, een van de meest spectaculaire momenten ook in die game is ja. uh, wanneer je op op een gegeven moment moet je een convoy uh, moet je gaan aanvallen. En weet je, je flikkert uit de helikopter. Je hangt ondersteboven. Je, je, je maait alles en iedereen neer. Super vet! En dan vervolgens duurt, moet je dat nog een half uur lang blijven doen. Omdat weet je wel, en schieten op dingen. Ja, ja, en dan van auto naar auto springen, weet je, oh, op een gegeven moment, Jezus Christus. Die convoy shit was tergend, man. God. Ja, maar dat betreft, weer een missie die veel te lang duurt. Weet je, als je, als je dat had gedaan op de, op de kop hangen uit die helikopter, een paar mannetjes schieten, drie auto's neerhalen. Fijn. Drie auto's is fijn. Dus je wil zeggen deader. dat het niet realistisch is hier. Het gaat er niet om realistisch, het moet leuk zijn. Het is een videogame, En juist een rollercoaster ride, zoals een Call of Duty campagne. Moet je ieder moment bij de strot grijpen? Ik heb het nu het idee. Het zit voor een uur, zit er echt vette shit in. Mm -hmm. En de rest is filler. Ja. Ja, de, de dosering is hier en daar een beetje. De, de, de balans in, 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 qua dosering is gewoon een beetje zoek. Ik bedoel, er zijn meer ja. van het, de, de, de sniper missie van, uh, van Price bijvoorbeeld. Duurt ook veel te lang. Duurt veel te het lang. begint er ook weer super vet. Ja, maar dat moet gewoon wat snappier allemaal. En, en daarbij, uh, ik had het net over fanservice hè, met, met uh, die AC-130 shit, die zwart-wit beelden. Ja. Er, er zitten op een gegeven moment nog meerdere sequences in. Bijvoorbeeld. Er is, er is weer één zo'n missie. Dan moet je in je ghillie suit moet je in het gras liggen, terwijl de vijanden zo langs je heen lopen. En je... Het is één op één van man of waarver één al ghilliedap, weet maar je Maar dat is toch dat hele ding. Ja, maar dat, je... dat is creatieve armoede, vind ja, ik. Maar, maar ik ben het met je eens. Maar ik, als ik kijk naar mijn, ik doe ik ben niet een hele fanatieke Call of Duty-speler. Ik ben een hele fanatieke Warzone-speler. Maar dit uh, laat ik altijd soort van liggen, omdat ik ja, ik, ik nou, ga, ga, ga er altijd mee omdat de opmaat voor op na, ja. voor de multiplayer en de viel de, krijgen van de, de pacing en, en, en de wapen. En net de even eigenlijke. dat wapenvrij spelen en die extra perks pakken. Ik snap het, maar goed. Toen ik zag dat J.M. hem had ingedeeld bij deze review, dacht ik gelijk: Van nou, dan ga ik mijn 10 ook... minuten geleden, <laughs> ja. maar dan ga ik maar Dan ga ik ook mijn best doen om er niet op te haten. Weet je, en ik, uh, uh, ik heb die game gespeeld en ik, wat ik zei, ik speel dit Puur en alleen voor de perks die ik zo meteen in Warzone ga krijgen. Ja, weet je? maar, dat is echt ja, maar de daarvoor speel je de multiplayer, niet de single player. Nou, maar, zo, je, de, ik weet het niet. Het is nog niet duidelijk wat, wat die woorden. Maar goed, die, die single Jawel, player. Die speelt multiplayer om attachments en dergelijke en, en, en wapens te levelen en unlocken voor ja. Warzone 2. Nou, ja, goed, oké. Okay, weet je, dan speel je dat ook. Maar dit is waar ik ben opgehouden met, met Call of Duty games spelen. Is bij Modern Warfare 1. En die single player mode was fucking insane. En uh, daarna is het altijd kutter geweest. En, en hierbij heb ik ook zoiets van: ja, Weet je, ze zijn aan het vasthouden aan een. Um, aan een, aan een, aan een ik ben gewoon afgeleid, hoe het eruit ziet. Ik vind het best wel vet het Ja, dat is zeker goed. De, de singleplayer ja. ziet het trouwens echt fantastisch ja, uit. Dat is echt Mooi. Maar die uh, ze, ze proberen vast te houden aan iets wat gewoon als videogame niet meer op deze manier werkt. En dat, dat vind ik jammer. Weet je, want ik, ik heb zoiets van: Waarom. Nou, lukt waarom zou het, het niet meer werken? Nou nou ja, heel je, zijn, het zelf, je zegt het zelf al, weet je. Wat ja, ben je mama, nou werkelijk aan het doen? Maar om heel eerlijk te zijn, ik heb echt jarenlang geen kot gespeeld. En toevallig sinds een jaartje of zo ben ik weer die kots aan het uh, oppikken. Maar wat multiplayer of singleplayer? Nee, singleplayer. Single okay. Gewoon even de campagne, weet je. Omdat, precies wat Skate zegt, vijf tot zeven uur ram je doorheen. Enkele streamen en dan heb je, heb je die campagne gedaan. En dan zaten er oprecht aardige campagnes tussen die ik best wel vet vond. Cold War Day ook een aantal hele interessante dingen... met bewijsmateriaal die je tijdens de campaign kan verzamelen. En als je genoeg bewijsmateriaal hebt... dan kan je zien wie er in de agencies toch een dubbelspion zijn... en dan alsnog via een extra missie die gasten uitschakelen. Dat vond ik tof. Ja. Hier is okay. net... Ze proberen een aantal dingetjes te doen qua gameplay... om het iets minder lineair te maken. Maar het stelt allemaal niet zoveel voor. Nee, nee. Ik, ik, ik heb, uh, bedoel, hè, de uh, singleplayer-campaign was al wat eerder speelbaar... Ja. Nou, het is inmiddels zo'n anderhalve week geleden dat ik die heb uh, doorlopen. Ik zeg je eerlijk, ik, ik ben grotendeels de alweer vergeten hoe het verhaal ook alweer ging. Ja, maar omdat het er. Ik snap waarom. Uh, dit is gewoon, die singleplayer is gewoon niks meer en niks minder dan een commercial voor. Die game, ja. dus zij weten donders goed. Want ik zat nou te denken: waar maken ze in godsnaam dat hele Amsterdam level terwijl je uh, drie kills maakt? Omdat en heb iedereen het, het erover Heeft precies ja. omdat dit gewoon fantastisch is. Maar, oh, het is de Red Light District. Nou, daar ben ik een keertje met een uh, uh, sterk party geweest. Weet je, zeggen die Britse gasten allemaal tegen elkaar. Nou, en dan uh, uh, nu kunnen ze dat nog een keer spelen. En nee, je hebt, je ziet en, maar het, je ook, ook van, deze beelden van het single player. KP, dit zie je niet bij de multiplayer. Want heel eerlijk, de multiplayer. Uh, voordat we daar dieper op ingaan, ziet er gewoon niet mooi uit. Vergeleken met de singleplayer. Waarom is dat, denk je? Laten we het maar gelijk. Laat, weet je, laten we de singleplayer afsluiten. Zes tot acht uur. Ja. Um, nou, een uur voelde echt uh, echt goed, echt goed. Ja. voor de rest heel veel van dit wat je nu ziet, weet je, zo'n soort van, oké, okay, dan gooi ik een granaat, en dan ga ik er achterlangs en dan, oh kut, er staat iemand achter me nog, oh, dood, nog een keertje, weet je. Toffe characters, dat... echt een weer... vergetelijk verhaal wat Skate zegt, wat, ja, weet je, ik weet dat Hassan de, 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 de eindbaas was en uh, dat had wat met gestolen wapens te maken en noemt allemaal, maar, maar ja. Dat is yeah. Nou, ik uh, heb een uh, langer Hassan dat die wapens gestolen, jongens. Uh, <laughs> ja. Mensen met dubbele agenda's, weet je wel. Uh, de, de guy waarvan je denkt dat uh, het good people is. Uh, dat uh, blijkt dan weer uh, uh, te heulen met de vijand en dat soort dingen. Zoiets, geloof ik. Ja. Maar uh, wat interessanter is op zich, is. Speel je dit voor het verhaal, nee, toch? Uh, nou ja, kijk, het leidt uiteindelijk. En dat zien we dan weer in de, in de, in de, 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 de epiloog. Waar we nu natuurlijk niks over gaan spoilen. Maar uh, het leidt uiteindelijk naar. Russians, zeg maar. En we kennen Russians. Altijd uit... weer die Russians. Altijd weer die Altijd Russians. Weer die Russians. Weer Russians ja. Het leidt uiteindelijk weer naar iemand die we in het verleden ook al. Uh, waar we ja. in het verleden ook al mee geconfronteerd. Maar nou, nu, nu heb je het dat toch al. Het <laughs> inderdaad, ja. Nu heb je het allemaal verklapt. Hey, maar, de, uh, overigens is dit ook weer dat. Ik bedoel de, dat. dat uh, uh, het level op de boot is natuurlijk. Uh, ik wil dit is hoe we Price leren kennen, toch? Dat, uh, dit doet heel uh, erg denken aan Manuel AF1 ook, ja. ja. Ja, daarom. Dus dat. Uh, maar goed. goed. Oké, okay, single player uh, tot, uh, tot daar aan toe. Um, ja. Ik denk dat iedereen die die game had, speelt die shit door. Uh, Dag je, dan heb je de feel van de game. Snap je hoe de wapens werken, uh, whatever. Dan ga je met die multiplayer aan de slag. En uh, nou goed, dan zak je broek helemaal op je enkels. Hmm. Of niet? nee, vind ik niet. Nee, nee, nee. Ja, blijf je zitten. Ik ja half op half zeven, laat ik het zo zeggen. En um, ik begrijp. Waarom veel mensen kritiek hebben op de multiplayer. Mm -hmm. En ik denk dat dat meer met verwachtingen en teleurstellingen te maken heeft. Maar ook absoluut het feit dat deze uh, Maar multiplayer vertel even, wel... dat je zelf, voordat je zegt dat mensen kritiek hadden. Ik bedoel, wat hebben jullie zelf kritiek? Wat? Ik bedoel, nee, ik bedoel... da daar wilde ik nu juist naartoe komen. Okay. Maar vooral over het feit dus dat het bijna inderdaad... En daar ben ik het mee eens. Met, uh, want ik refereer aan een brief die we hebben gekregen bij Brief van Maandag. Het voelt als veredeld de beta. Ja. En, en niet dat het niet leuk is... Want ik vermaak me enorm ermee, maar er zitten echt bugs en fouten in die onvergevelijk zijn voor een product waar je 80 euro voor moet neerleggen en een beta is geweest en je er dan wel vanuit mag gaan dat die shit gefixt is. Oké, okay, maar onvergetelijk of onvergevelijk of gewoon niet af, niet af. Ja, want dat is wat er aan de hand is. Die game het, het is wordt, Het wordt gefaseerd ook uitgebracht. Ja. Uh, uh, maar uh, dat is toch een. Wat, 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 wat Leggen ze uit wow, wat je. wat is het? Vuile camper. Ja, ja, maar dat is de hele tijd. Ja, wat bedoel je is... met gefaseerd uitgebracht? Nou ja, uh, DMZ komt pas in een latere fase. De, de, de hardcore om, mode? De hardcore mode komt er later bij. Uh, de, 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 de uh, Hoe heet het toch weer? De leaderboards komen pas later. Die zijn toxisch. Nee, maar, nee, maar dat soort. Dat soort shit. En ik weet nou niet of dit met woke ismen te maken heeft. Want ik wil niet alles met die fucking woke. En uh, ja, die leaderboards zijn, zijn bij Battlefield eruit gehaald. Omdat ze vonden ja. dat het uh, toxic was. Ja, en, uh, dat, maar dat is een overduidelijke fout gebleken. Hardcore, hele... Hardcore komt er pas later bij trouwens. Waarom is dat? Want nee, dan maar, heb maar, ik zoiets van dat is even, niet zo leuk. Ja. Want juist daar is het overduidelijke fout gebleken. De community ja. heeft laten weten. Gast dit vinden we niet cool. Wij willen gewoon zien leaderboards en kill-death-ratio. Noem het allemaal maar op. En die fout zou toch al geleerd moeten zijn? Waarom zit het er hier niet in? Maar komt het toch later? Ik bedoel, als je een shooter maakt... dat, dat zou toch een van de meest basic-ass fucking dingen zijn... die je de, die de, die de, die nou, het allereerste bouwt? Ja, nou, en ik vind het raar. Want als je nou zegt kijk die, dat die game niet af is, dat is duidelijk. Maar dat die... Um... Uh, zulke simpele dingen als een hardcore-mode of een leaderboard, dat, dat is het eerste wat je afmaakt. Weet je, Ik bedoel, dat is niet heel ja, veel. Dat moet weg. erin zitten. Ja. Dat zit of, er al is in. Het, of is het dat hardcore er pas later bij komt, omdat mensen de maps nog eerst moeten leren kennen en dus. Ik bedoel, met hardcore is Friendly Fire staat natuurlijk aan. Dus dat je nog een beetje om je heen aan het kijken bent... en dat je dan in een soort van paniek op een gegeven moment... maar je eigen teammaat gaat killen. Ik bedenk maar even wat, weet je wel. Maar ja. ik vind het maar een hele raar. Ja, maar daar zijn we excuses aan maken voor, ja. voor, voor hun. En ze, zij moeten zelf met een goede uitleg komen... en daar komen ze niet mee. En ja, dan gaan wij maar speculeren. En ja, bepaalde dingen gefaseerd uit uitbrengen... Dat past wel een beetje bij een live service game. Maar basis shit, zoals leaderboards en je eigen fucking uh, statistics kunnen bekijken. Of van anderen. Of de, ik vind ook de modes namelijk. En dat is gewoon een ding van: je kunt niet zeggen van oké, okay, we komen later met een andere mode aan. Waar iedereen, of misschien iedereen, waar misschien wel een kwart van alle spelers al vanaf dag één op zitten wachten. Dat is gewoon weird. Weet je, ik bedoel dat. Je, ja, dan is de game is niet compleet of niet af, of weet ik veel wat. Weet ja. je, ik bedoel. Uh, toch? Ja, nee, dat, dat is 100% het ding. Maar het, het begint steeds normaler te worden. En het raar is, sommige, sommige games beginnen dat ook te verdedigen. Waardoor dat alleen maar lang in stand uh, gehouden blijft. En... Denk je dat dat echt nee, volgens mij is het gewoon een pr bureau die wat botsie duurt of zo? Ik weet het niet. Nee, nee, nee. Was dat, was dat maar zo. Ja. Maar ja, ik bedoel, wat er wel is, ik bedoel, uh, er zijn wel weer een, een hoop. Uh, game modes beschikbaar. Uh, laten ik bedoel, we, ik bespreken wat er niet is, maar wat er wel is. Ik bedoel, uh, nou, de, de standaard heel, game modes zijn er. En, heel erg. Uh, qua, uh, qua game modes heeft het wel een soort van best of all wat iedereen wil hebben, toch? Headquarters ja. zitten in bijna al, al die fucking standaard modes zitten erin. Ja, in. mijn personal favorite is weer, weer terug, inderdaad. En uh, dat zorgt er ook wel weer voor dat ik uh, uh, voorlopig nog wel even terug blijf komen, omdat ik ook gewoon alles win. Wat, uh, wat vinden jullie van? Uh, um, dat maakt het automatisch een stuk leuker om te spelen. We, we, hebben jullie zin in Warzone 2? Gaan jullie dat spelen? Ja, ik, ik kijk meer uit naar Warzone 2 dan dat ik naar alles, naar, dan dat ik naar de, naar de single en multiplayer bij elkaar kijk uh, of uitkijk zeg maar. Maar ik heb exact hetzelfde. Voor mij Warzone 2 is het enige uh, waarom ik dit interessant vind. En dat is het heel dubbel, want ik vind dit namelijk niet per se heel interessant. Maar ik speel het omdat ik gewoon zoiets heb van ja, ik wil snel levelen en ik wil wat wapens hebben. En um, hopelijk heeft het voordeel als je dit speelt. Ik weet het niet. Voor, voor mij is het precies andersom. Ik heb in de afgelopen twee jaar, uh, zeker tijdens uh, de pandemie, heb ik echt heel veel uh, Warzone ook gespeeld. Mm -hmm. Dat was natuurlijk ook super vet. En uh, ik heb echt al jaren niet meer dit soort multiplayer games gespeeld. Ik had gehoopt dat het Halo zou worden, maar Halo hebben ze er ook maar gewoon... Ook, ook een game die, die niet af is. Nog steeds op de dag van vandaag niet af. is Het jaar na dato trouwens. Genant. Ja, echt genant inderdaad. Uh, we spelen nog steeds op dezelfde drie maps in die game. Dus ik was echt op zoek naar zo'n multiplayer game. Gewoon zo'n game die je gewoon lekker een avondje met je vrienden kan spelen. En inderdaad, je wint wat, je verliest wat. En als je het maar leuk hebt samen... En, ja, dat, dat is deze game wel voor mij. En ik denk dat ik hier wel heel veel plezier aan ga beleven. Want waan, het biedt niet genoeg. Waren het niet dat de maps. Heel, ik, ik weet niet, het gros van de maps is pretty unforgettable en ongeïnspireerd. En sommige maps zijn gewoon rondweg. Uh, ronduit, ronduit kut. Ja. Waarom, net, waarom zijn die kut? Net als die, met die, die weg met al die auto's, Die, die, die ja. crossing met al die auto's. vind wat ik heel vet bedacht, maar werkt niet. Ja, maar wat een slechte map is dat. Maar zo. ik vind. Wat ik goed vind aan een goede map, is dat je niet uh, dat je meerdere chokepoints hebt. Ja, die heb je daar dus bijvoorbeeld niet. Nee, precies het in hetzelfde gang. Maar dat keelt dat, dat een multiplayer map. Omdat ik ja. vind namelijk ook deze. Uh, gameplay werkt niet echt op het moment dat je 20 man tegenover 20 man hebt. Het, deels, het is deels afhankelijk van de game mode die je speelt natuurlijk. Want kijk, uh, je kunt standaard chokepoints hebben, maar bij headquarters zijn die chokepoints hebben die een andere functie dan bij ja. free for all of bij uh, search and destroy, weet je okay, wel? Ik ja. bedoel, dat bij headquarters komt het punt steeds ergens anders te liggen. En bij andere game modes heb je bij domination heb je gewoon steeds geëikte drie punten. Ja. Um, dus dat, dat, dat is steeds weer anders natuurlijk, weet je. Maar ik weet het niet. Kijk. Nog steeds, tot op de dag van vandaag, als je als je uh, Call of Duty spelers vraagt van... Oké, okay, wat, wat waren voor jou nou de maps, weet je wel? Mm -hmm. Dan komen ze altijd weer met Crash, met Borg, met Shipment. die oude... Met, met shi ja, ship het is eigenlijk een heel slechte map, maar het was gewoon funny omdat het ja, zo klein was. Zeg maar, was. Die, die, die speelt iedereen, toch? Tuurlijk. En uh, ook nog gewoon van Black Ops, gewoon één, twee, drie maps, weet je wel? Die echt nog steeds tot de verbeelding spraken vanwege de, de layout, de, 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 de multi... Platform, het zijn classics. het is het zijn classics, maar geef mij van de laatste vijf zes Call of Duties, wat zijn de classic maps? Niemand kan daar gewoon echt een eenduidig antwoord nou, op geven. ik vond ik de, vanuit de reboot Modern Warfare uit 2019 is dat volgens mij de, die maps vond ik echt heel slecht. En, en hier is het mix bag. Ik vind hier een aantal echt super vet. Mm. En maar door door de manier waarop de game gebalanceerd is, ik weet dat jullie zelf ook wel gehad hebben, single uh, shot bolt action rifles. Die, die, die zijn verschrikkelijk opie. Ik bedoel, als iemand je in je knie schiet, ben je al dood. Je zag dat ook in die beelden net. Ja, ja, gewoon in je arm dood. Ja. In je knie dood. En je hoeft maar één keer te raken, weet je wel. Dus ja, is het zo erg? Ja, ja, het is echt super kut. En ja. kijk, sommige maps heb je, weet je, dat, 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 dat ziet eruit als een opgeblazen oorlogsgebied, weet je wel, met allemaal huizen die aan dicht liggen. Weet je, en. Iedere van die guys met die bolt action rifles waar ik niet mee kan spelen en ook niet mee wil, wil spelen, ik vind dat gewoon geen leuke wapens, Weet je, die gaan gewoon in zo'n huisje zitten boven en iedereen die voorbij komt lopen in die map die tapsen. ze en ze kunnen iedereen zien van de map want alle alle alle, alle gebouwen zijn uh, kapot ja, dat met, soort maps kan met, je niks nee met, goede, met een goede layout met een goede map layout uh, zou je daar oplossingen voor moeten uh, kunnen bedenken met je team zeg maar weet je wel je moet kunnen flanken je moet die guy van achter in zijn reet kunnen neuken anders is gewoon de de, de layout gewoon fucked up Ja, en en deze maps, de meeste van deze maps, blinken nou niet bepaald uit in, in ingenieuze uh, layouts inderdaad, ja. 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 Dat is wel jammer. Ik vind, uh, ik was één ding kwijt over de graphics. Ik vind, uh, uh, je, je koos je net al van ja, de graphics zijn niet zo mooi. Ik heb zelf iets anders. Ik vind de grafische stijl niet zo mooi. En dat heb ik al een tijdje met deze game. En dat is dat het um, er zit een soort feel in de, in de design. Het, het voelt als een het voelt eigenlijk als een soort, soort cartoon of zo, weet je. Het is een beetje een soort cartoony. En het lijkt ook alsof ja. ze de... Um... Ik denk dat het met les last gen te maken heeft. Ja, dat ze dat hebben, dat het allemaal, ik bedoel... Maar kijk kijk de single player van deze uh -huh. op een next gen console. Nou, dan zie je, oh wauw, nee, deze engine kan best wel wat vette dingen doen. Ja. En dan kijk je de multiplayer en ik weet niet, is dit ook cross gen? Volgens mij wel. Volgens mij kunnen PlayStation 4 eigenaar ja. tegen PlayStation 5 nee, eigenaren. Ja, de, de, dan moet je rekening houden met de allerzwakste console, natuurlijk. Ja, dat is waarom nu. Maar goed, wat ik zei, het is niet eens zozeer de, de graphics, dat, dat, dat kan ik nog wel mijn leven, maar het is de grafische stijl die ik niet vind kloppen. En het is wel heel erg een cod stijl uh, En Zeker. ik ben wat dat betreft wat meer van die, van die Battlefield-vibe. Daarom had ik ook in het begin zo uh, ontzettend veel liefde voor Warzone, omdat die had een andere grafische stijl. En hier. Ja, weet je, ik bedoel, het is niet dat het lelijk is. Het voelt gewoon op een vreemde Amer Amerikaanse cartoonie-vibe heeft het. Ja. En dat. Um, ja, ik, ik, ik kan er niet zoveel. Voor een shooter vind ik dat niet werken. Ik, ik moet zeggen dat ik me dat niet heel erg aan stoor. Waar ik me meer aan stoor zijn andere keuzes die uh, gemaakt zijn. Bijvoorbeeld de. de, 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 de... De manier waarop de, de, de user interface uh, in elkaar steekt. Oh daar, heb ik eigenlijk, daar heb ik al een paar jaar echt ontzettende problemen mee. Ik vind het zo'n onoverzichtelijke brei aan screens en. en Linker trigger, L1, L2. L, gewoon die, die hele die, ja. menu-strapjes en dingetjes. Ja. Is zo Jij, onoverzichtelijk. Ik vind het zo kut. Jij moet dit probleem ook hebben als streamer. Echt 100% dat je dit hebt. Ze hebben. De UI gemaakt alsof het een iPad-game is of zo. Vervolgens, als je dan naar je vriendenlijst gaat, dan zie je dat zijn zulke cards. Weet je, Dat is niet een lijst met namen, het zijn cards. Er passen er volgens mij zes op één scherm. Nou, ik heb 600 fucking PlayStation vrienden. Doe even normaal. Weet je, dat kan ik toch niet iemand tussen vinden ja ja het is het is het is het, is, het werkt uh, niet uh, super intuïtief nou het is uh, meer wat, wat ik gewoon het dat bij dit bij, bij, bij deze serie heb en dat is dat is echt wel heel zo je weet ja, maar, gewoon man. van ja, ik het <laughs> de ja, er, zat er wel een in jezelf eentje, ja. flashen dan oké okay, maar de werken uh, 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 meerdere studio's tegelijkertijd aan die game en dat je voelt dat gewoon je merkt gewoon dat bepaalde onderdeel weet je waarom de single player zo anders aanvoelt dan de multiplayer ook omdat het gewoon een ander team is die het gemaakt ja. heeft en dat uh, uh, dat, dat zie je er vanaf. Je? Dat, dat, je voelt het, je voelt het in de gameplay. Um, en dat heb je gewoon de hele tijd. En soms heb ik dat ook gewoon met, weet ik veel, ik heb het idee dat bepaalde wapens door een team zijn gemaakt en andere wapens door een ander team. Klinkt heel weird, maar. Licentieloze wapens ook dit keer, hè? Ze hebben allemaal fictieve namen. Nou, dat, 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 dat hebben ze expres gedaan. Dat is nee. zoiets raars, is dat. Ik heb geen idee waarom dat is. Nou, ik, ik, mijn theorie is, ik zat dat bij Brief van Maandag ook tegen je. Mijn theorie is dat het uh, te maken heeft met uh, uh, het politieke incorrectheid van, van gunporn. En dit zijn natuurlijk het soort games die altijd gespeeld werden door, door ja, gasten die houden van wapens weet je zeker in Amerika heeft iedereen heeft een soort van een half arsenaal gewoon, uh, die die shot die heeft een reach de tering. Uh, nee. Nee, dat is volgens mij ook zo'n bolt action rifle oké okay, oh zo'n bolt action maar maar, maar, goed, maar goed maar je ja. ziet hoe hard je dus boem ja, ja, ja maar ga verder boom. nee goed maar dat 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 is denk ik de reden waarom ze die namen van die wapens hebben veranderd zodat ze ja, niet keteren naar de, naar de gun freaks. En ik, ik vind dat krankzinnig, want dat is je doelgroep. Alsof ze dat dan niet uh, 20 plus jaar doen. Uh, al, dat al, bedoel ik maar. dat is ja, maar daarom is al die altijd die zitten zo fucking hypocriet. Iedereen weet dat deze game voornamelijk gekocht wordt door kids van 14, terwijl het is een 16 plus game of een 18 plus game weet ik veel weet je en dat dat is ook met dit. Weet je, deze game wordt gespeeld door gasten die houden van wapens en die houden van van van, van, van realisme. En dan gaan ze die namen van die wapens veranderen. Weet je, het kinderachtige kut ja. Uh, wat ik uh, kut, kut vond, ik weet niet, hebben we dat al besproken? De crashes? Uh, we, we moeten nog heel veel bespreken. Ja. PlayStation Crashes. Ja, ik heb al op één avond een crash of drie gehad. Ik uh, ook. Uh, en, en ook gewoon de, de, dat de, de party uh, nog niet goed functioneert. Dat heb ik heel vaak. Trouwens. Mensen die er allemaal uitgetiefd worden. Het, het, het is natuurlijk wel de, Het is een beetje call door die eigen. Zeker Matchmaking. Dat niet werkt. Matchmaking. En, en natuurlijk het, het, het verhaal van SBMM. Hè, de, de manier waarop uh, tegenstanders. Ge, Gepartnerd, ge, 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 uh, gelinkt worden aan jou, zeg maar. Uh, skill-based. Yeah, skill ja, skill-based uh, matchmaking. Er wordt heel erg op gehaat. Mm. En ik begrijp waarom mensen het haten. Waarom? En ik begrijp waarom. Nou, omdat het voelt alsof je voor niks aan het spelen bent, weet je wel? Ja. Er wordt kunstmatig Wordt ieder potje spannend. Ja. Geprobeerd te maken. Dus ik snap het van een entertainment-standpunt. Ik snap het van als jij. Net zoals ik deze game recreatief speelt. Ik denk dat dat heel erg voordelig is. Ik hm. denk gewoon. Als jij ieder potje eraf gaat, weet je wel. Dan heb je er ook geen zin meer in. Nee. Dus als het ene keer potje win is. Andere keer potje niet. Cool, dan blijf je denk ik wel spelen. Maar wat is dan het probleem? Dat ze het zeggen dat het er is? Nou, voor, voor de. Kijk, het probleem is. Er zijn ook mensen die dit bloedserieus serieus nemen. Weet je wel. Die hier. 10 uh, uur per dag uh, aan, aan besteden en gewoon goed willen worden, en die worden bestraft omdat ze goed zijn. Weet ja. je wel? Want je kan, je kan niet de beste zijn. Want nou, het is toch logisch maar, okay, maar maar vice versa. Kijk, op het moment dat jij gewoon even een paar potjes lekker speelt, en ook al ben je gewoon een casual player, maar je, je wint een paar potjes, voor je het weet, kom jij naar potje 3, 4, uh, kom je op een gegeven moment tegen een paar van die sweaty zijn uh, van die, die tryhards in die. In die Kikken je ass met ja, dus een partij. Je, dus je wordt betraagd als je het goed dat is toch doet. Logisch. Ja, ja maar ja. het is toch logisch dat je in wordt gedeeld met mensen die net zo goed zijn. Nee, hey, maar dan, dan verlies je die weer en dan ga je weer tegen makkelijker nee, maar, mensen. Maar, maar, er ja, moet gewoon een aparte mode zijn waar, waarbij mensen Ranked die... en casual. Precies, wat je ja. in wat je in Rainbow Six Siege hebt. Gaan ja. voor ranked. Dat zijn dat dat zijn de try waar de tryhard try zitten en casual voor de mensen die gewoon lekker een beetje een avondje een beetje ja, willen. We gaan snallen, afknallen. Snallen. Ja. ja. Gewoon sukkels afknallen. Je wil gewoon dat je de beste bent. Nou, ja, gewoon als je... sukkels die elkaar kunnen lekker kunnen afknallen in casual, Bewijs Maar luister, dit is in Warzone exact hetzelfde. Daar zat het al en daar komt het volgens mij uit. En dat, uh, uh, wat je daar hebt als je bijvoorbeeld uh, die game met twee maanden niet speelt. Nou dan hop, dan win je het zo twee potjes. Ja. En daarna is dat ook weer afgelopen, want dan kom je bij veel betere. En op zich, ik, ik, ik heb er niet zo heel veel problemen mee. Maar het mee, is niet via een ranking. Kijk, via een ranking, dan kan je ergens naartoe werken. En dan heb je jezelf in de high leaks gewerkt. Ja. En als je niet goed genoeg bent, dan, dan zak je vanzelf. Ja, oké, okay. dat, dat, dat ben ik met je eens. Je, je hebt geen, het is niet transparant hoe dit werkt. En dat is, dat, dat is inderdaad verrot. Het is gewoon inderdaad, het voelt als straf. Ja, ik, dat ben ik met je eens. Ja, wat, Want het Battlefield heb je dat wel nou. Ja, als jij goed bent, dan wil je domineren, weet ja. je wel. En, en, en dat kan niet helemaal, weet je wel. Nou, en ik vind ook dat je, de, uh, uh, je zou de optie moeten hebben om te zien hoe goed je tegenstanders zijn, zodat je weg kunt gaan. Maar ja, je, je ziet hun ranks. Ja, ja nee, maar goed, oké. Okay. Dat, dat, had is. Je... Maar dat je... zegt ook niks over skill, toch? Dat is gewoon hoe, 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 hoe lang ze het spelen. Dat, dat ja, is waar. Niet. Nee, maar ik, ik kan na een week bijvoorbeeld, kan ik wel zien als jij op een gegeven moment al in de tweede, derde Prestige zit, dat je veel speelt en ongetwijfeld ook vrij aardig kunt knallen, weet je wel. Ja, ja. oké. Okay. Uh, over de gameplay zelf. Die, die is ook flink veranderd. Uh, want het is echt veel trager geworden. Echt heel veel trager. Uh, mannen Warfare is daar natuurlijk al wel een beetje mee begonnen dat je dit iets tactischer speelt. In plaats van blind rondrennen en, en, en een soort van ticketje aan het spelen bent. Dat kan hier niet. Als nee. je hier gaat rennen, Thank word God. je keihard afgestraft. Ik was echt bang. Ik was echt bang dat toen ik, ik multiplayer voor het eerst opstart. En ik deed dan eerst free for all om even een beetje de feel te krijgen. En niet meteen uh, tactisch bezig te zijn met, uh, met teammaten. Ik zei. Oh man, ik, ik zweer, ik ga nu vijf of zeven, weet ik veel hoeveel. Gewoon van die van 16 jarigen try fucking sweaties tegenover elkaar die me echt uh, drie keer in mijn kont neuken. Uh, maar tweede natuurlijk... keer dat je het over voor kont neuken hebt. Ja, maar dat is dat is wat Belangrijk Call of Duty onderdeel. doet hè. Ja. Nee, maar joh, ik word altijd... Van de game. Ah, al of ik er nou naar kijk of het erover heb ik word altijd agressief door Call of Duty, je. Ik ga allemaal termen gebruiken die ik normaal gesproken niet gebruik, maar ik heb dat met FIFA. Ja? ja? nee ik heb dat met Call of Duty. Ik ga ja, ik, ik ik Ja, was aan het kont neuken Ja, nee, ja, oh, nee, ik was bezig met in mijn kont geneukt worden. Maar ja. wat blijkt, ik bedoel uh, ik weet niet wat de pacing is of zo, maar ik eindig gewoon mijn eerste potje in deze game met 29 kills bovenaan. Dus deze pacing, I kinda like it, weet je wel? Dit kan ik, dit kan dus ik bijhouden. En, dat, en je werd nog in je kont gevaagd. Nee, ik neukte in, <laughs> ik neukte konten, weet je wel? No Vaseline. En uh, ja. dat was ik gewoon eigenlijk niet meer gewend, want uh, fucking de, 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 de oude games met wallruns, double jumps en weet ik wat Ja, allemaal. verschrikkelijk. Ja, dat ja, okay. was niet aan mij besteed, nee. weet je wel. Nee, en dit is wat trager. Maar Kous, jij vindt dat dus niet tof dat het trager is. Want ik, vind dat Jawel, ja, nee, is nee, ik vind het wel tof. Ja, ik vind het juist wel tof. Ja. En uh, weet je, 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 moet, je moet ook gewoon met je, je wapen bijna uh, in aanslag moet je, moet je daarmee uh, gaan rondlopen. Uh, maar er zijn ook wel een aantal andere dingen waardoor het bijvoorbeeld niet kan. Uh, als mensen schieten op de map, je ziet geen rood puntje meer op je minimap. Dat is dat was... standaard? Ja. Of is het geen uh, perk of zo dat je het wel kunt ja, zien? je hebt een UAV natuurlijk. Maar je UAV was normaal gesproken altijd drie kills. Is nu vier kills geworden. Dus dat is al moeilijker geworden. Maar, maar je, kunt, je kunt dan iets anders erop zetten. Waardoor je één kill minder nodig hebt om... Oh, dat zou misschien kunnen hoor. Ja, ja, ja. De, maar de, 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 dat weet ik niet. Maar ik bedoel, van, normaal zo. gesproken had je... Als mensen schieten op de map... Wordt de een locatie weergegeven op, op, op de minimap. Tenzij je een silencer gebruikt, hè? Of, of ghost of... Maar nu is het wat. helemaal niet... En ik heb het nu al vaker gehad, gewoon in deze map. Omdat er en geen rode puntjes op de map verschijnen. En ik geen UAV, UAV heb. Ik heb soms echt rond zitten rennen. Door ik de hele tijd niemand tegenkom. Omdat toevallig iedereen aan de andere kant van de map is. Nou, dat is in principe hardcore. En als jij gewoon als team. Uh, bepaalde objective-based game modes gewoon goed aanpakt. dan maakt die hele map niet uit. Want dan heb je de, de hele fucking linie gecoverd. Ja, maar dit is wel een game die ik niet altijd met vrienden speel. Dit is ook een game die ik gewoon. Weet je, ik, ik moet over een half uur de deur uit. Sling, sling ik er nog even een potje aan. Dan moet je gewoon voor al heel veel contra gaan lopen zeg maar gewoon daar waar vijanden eventueel zouden kunnen zijn en en ze jou niet verwachten weet je wel ja. maar um, um, ik wou nog iets anders zeggen godverdorie wat ook wel nou, de, komt de, ik denk maar ik ik over na nou, in ja. ieder geval uh, Bunny hoppen zit er niet meer in daar ben ik echt heel blij mee uh, dat dat gewoon niet kan ik heb nog steeds wel gesprongen hoor maar je kan niet meer Bunny hoppen, okay. dat, dat kan niet en uh, slide cancel weet je wel blij dat die shit eruit is vind ik niet cool uh, de reload cancel ja, jammer. Um, maar oké, okay. het is wat het is. Dus is dus, door dus, al die dingen is het traag geworden. Want als jij uh, reload, dan heb je aan een reload. Dat duurt fucking lang. Ja, ik vind, uh, voor mij is het gewoon een voorzetje voor uh, voor Warzone 2. Uh, die gaat er aankomen. Ik vind het jammer dat dat inhoudelijk niets met elkaar te maken heeft. Weet je, ik wil, ik zou dit eventueel kopen om te spelen, uh, ook om me meer te verheugen op Warzone 2. Uh, maar het, het heeft inhoudelijk gewoon echt helemaal geen moer met elkaar te maken. En ik, ik, ik weet het niet. Ik heb zelfs het idee, ik bedoel woorden is natuurlijk niet uit, maar ik heb gewoon het idee dat het het gaat er ook helemaal niet op lijken. Wat natuurlijk altijd al wel een beetje was. Die twee werelden lagen, die twee games liggen eigenlijk steeds verder uit elkaar. En, uh, en nu heb ik gewoon zoiets van. Ja, weet je, ik, de enige reden dat ik dit interessant vind, is vanwege Warzone 2. En ik kom er gewoon achter dat het uh, zo meteen misschien zelfs loos gaat zijn om dit in huis te halen, om je voor te bereiden. Qua kills en qua level up, qua wapens, weet ik wat voor Warzone 2. Want ja, ja weet je, ik wil dat is gewoon. Nou, die progressie moeten we het ook wel over hebben. Ik vind, uh, ik, ik vind in principe uh, je loadouts en de gunsmith best wel cool. Mm -hmm. Daar maar... wilde ik het ook over hebben, inderdaad. Maar het is echt krankzinnig dat ik met een Ander wapen moet gaan spelen om attachments vrij te spelen met het wapen voor het wapen dat ik wil hebben. Ja, dat dat daar. Laat mij, laat mij, ja, zodat je misschien. Ge, ge, je wordt geforceerd gewoon. Uh, ja, je wordt gewapens, geforceerd. Ja. Maar laat mij gewoon met de wapen spelen die ik wil. Laat me gewoon met die MV spelen of met die, weet ik veel. Ja, die MV of... kan ik dus niet verder uitbreiden, ondanks dat het mijn favoriete gun is. En ik snap dat het voor heel veel mensen niet een favoriete gun is, maar voor mij is dit mijn favoriete gun. En ik kan hem gewoon niet meer levelen... omdat ik nu met een ander wapen moet gaan spelen om meer attachment voor dit wapen vrij te maken. Nee, ja, maar je kunt het wel effe, maar dat doe je dus met andere wapens. Ja, maar, ja, maar als je die andere fucking wapens helemaal niet. Uh, Laat mij als je spelen dan hoe ik heel veel wil, spelen, wil uh, weet je wel. Het is toch domme, ja. domme shit. I don't know, man. Voor ja. mij heb ik het niet. Uh... Nou goed, oké. Okay. Ik hoor jullie enthousiasme straalt er vanaf. Ik ben best wel. <laughs> uh, nu heb ik echt zin om te gaan spelen, jongens. <laughs> ja, maar ja, is wel. wel... Ik, ik heb een paar avonden al wel gespeeld. En ik vermaak me er heus wel mee. Ondanks uh, de. de... De, de, de dingen die tegenstaan en de crashes... en de, de manier waarop je... inderdaad uh, attachment uh, unlockt... en dingen vrij speelt... en dingen, dingen levelt. Maar dat, wat je daar zegt, dat zijn nou precies... de, de, uh, de, 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 de beloningen in de game. En wat mijn probleem is... met deze game, is dat die beloningen... krijg je niet door het spelen van... Of ik bedoel, je krijgt ze wel door het spelen van de game... maar de, het zit hem niet in het, een zwaar bevochten overwinning. Ik zeg maar wat, weet je. Daarvoor ligt het tempo nog altijd wel steeds te hoog. Ah, nee je? Maar er zitten wel... Uh... Potjes tussen dat het close is. Weet ja, je ik, vind, nee. ik, 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 ik heb niet het gevoel dat ik daar echt daadwerkelijk onderdeel van ben. Ik ben zelf aan het rondrennen. Je maakt kills. Je wordt. Jij Jij bent Jij gaat ook maar gewoon. Je gaat je je achter in teamverband. Ja, maar omdat ik vind het ook niet helemaal niet leuk om met anderen deze game te spelen. Ja, ik wel, dat is het al vanaf. Man vanaf om, het mee, één. Ook, ja. Ik moet gewoon met een team kunnen communiceren. Ja. En zodat we gewoon van oké. Okay, hey, jullie pakken links. Ik pak rechts. Uh, ik ga op die headquarter zitten. Weet je. Dat. Dat maakt het voor mij uh, nog steeds leuk om te spelen. Ja, weet je nou, maar wel. ik snap dat het dan dat, dat, uh, voor elke multiplayer game geldt. Als jij een, een team hebt, van crew hebt, waarmee je goed samenspeelt. Dat maakt de game leuker. Maar om heel eerlijk te zijn, Warzone is een game die is ontwikkeld vanuit dat principe. En hier zijn ze er achteraan aan het hobbelen, omdat ze het eigenlijk wat ze creëren steeds weer stuk maken. En dat vind ik zo jammer aan, uh, uh, aan ja eigenlijk aan die ervaring die je hier hebt. Dat het is niet de gameplay aan zich die zo goed is. Je moet er dat soort dingen bij halen. Ja, als je een team hebt, is het leuk. Maar ik ben bijvoorbeeld, ik luister podcasts en ik speel in mijn eentje. En um, ja, weet je, aan het eind van de avond ben ik soort van is mijn bloeddruk net even iets te hoog, heb ik het gevoel. En dan moet ik eventjes chillen voordat ik kan gaan slapen. Omdat het gewoon, ja, nou, je dat, wordt gewoon dat, opgefokt je, van die shit. Dan doe jij dit niet en ik word hier ook door opgefokt. Maar uh, weet je, uh, ik heb dat ook af en toe nodig in, 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 mijn, uh, in mijn game experience. Gewoon even gewoon lekker een avondje opgefokt, gewoon lekker raggen met een team in Call of Duty. Uh, de, het ene deel slaagt er wat meer in dan het ander. Ik, uh, ja, we hebben nu genoeg punten van kritiek gegeven, maar ook gewoon wel aangegeven van ja, ondanks dat uh, is het toch wel weer gewoon af en toe lekker om zo'n avondje bezig te zijn ja, weet je wel, met je buddies. En uh, doet deze game, ondanks het feit dat de maps niet altijd even inventief zijn en ondanks het feit dat het allemaal een beetje in herhaling valt uh, dat we het allemaal wel hebben gezien, ondanks de variaties hier en daar uh, blijft het toch gewoon wel uh, trekken zo nu en dan. Of dat de komende weken uh, zal blijven. Kijk, dat vind ik altijd moeilijk in te schatten. Dat is altijd het lastige van een multiplayer review een week na de release zeg maar. Nou, dat is ja. ook heel moeilijk. Wat, wat ik al zei, die bold action rivals die moeten genervd worden. En als ja. dat genervd wordt, dan wordt die hele samenhang weer een anders. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Ja. Ja. En ground wars moeten we ground Wars moeten we denk ik nog heel even over hebben. Want zit dacht, zit aardig in elkaar. Ja, ik, nou, dat het was niks voor mij. Dat, dat is een beetje de, de Battlefield variant van, uh, van Call of Duty. Nou, uh, to, to, toen ik uh, zag, volgens mij was het al in de beta dat ze dat lieten zien of iets dergelijks. Dat ze dat gingen doen. En we hadden het trailer gezien, dacht van oké, okay, dit is heel smart. Want B Battlefield. Is dood. Ja, het is dood. Ze zijn nu een klein beetje aan het terugkrabbelen, maar ik denk dat het een little too late is op dit moment. En die dacht van oké, okay, zij gaan nu in dat vaarwater zitten. Super smart. Ik vind het van gemeentewerk, man. Die Call of Duty gameplay die werkt helemaal niet daarmee. Ten eerste, je hebt allemaal AI heb je op de Battlefield zitten. Raar. Al, al die uh, voertuigen die, die besturen echt super 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 basic daar is eigenlijk ook niks, niks bijzonders aan en vervolgens ook het map design dat werkt ook weer niet ook weer niet met, met, met die rivals die je hebt want je kan daar echt letterlijk maakt niet uit waar je loopt van iedere, van iedere hoek kan je neer worden geschoten nou, er zijn geen ja. linies zoals bij Battlefield wat meer het geval is. Ja, nee, kijk, de, de, de kracht van Call of Duty zit hem uh, voornamelijk in de, de kleinere team based uh, dingen. En uh, het is leuk om af en toe even een, 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 een paar potjes ground warden tussendoor te doen. Maar het is absoluut niet uh, de drijvende kracht achter de multiplayer. Laat dat, laat dat even duidelijk zijn. Ik vind het, het eerlijk gezegd pijnlijk dat ze proberen om die doelgroep binnen te halen met deze game. Terwijl ik weet gewoon 100% die doelgroep is naar Warzone gegaan. En ik heb. Ik blijf maar over boorzaam aan doorgaan. Maar ik vind namelijk dat deze hele game geen bestaansrecht meer heeft. Eigenlijk. Ah, dat, normaal, dat, 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 dat is, dat is nonsens. Ja, ja, ik nee, ik er zijn man, mensen die hier lachend 80 euro betalen voor, voor een zes uurige campaign. dat is een ding. Maar er zijn echt miljoenen gamers die dat uh, gewoon het hele ja. jaar door gaan spelen. Nou ja, misschien. Weet je, ik. Het is niet voor mij. Jij bent daar een van? Ik, ik ga dit, dit jaar, dit is mijn multiplayer game voor dit jaar. Ja? Yeah? Uh, ja? Ik, ik wou dat het Halo hele was. Ik wou dat het Battlefield was. Nee, die hebben het allebei fucking laten liggen. En geen dit, Warzone 2. Nee. Ja, ik heb de afgelopen twee jaar alleen maar Warzone gespeeld. Ik wil even verandering van spijs doet eten. Dus ik wil gewoon okay. weer even een leuke multiplayer game. En, en dit uh, komt daar het dichtstbij in de buurt. En uh, er valt nog heel veel op, op aan te merken, zoals je van ons hebt gehoord. Maar in de basis is het gewoon hartstikke tof en hartstikke leuk. Oh, ja. Uh, ja, wie weet dat het bij mij hand in hand kan gaan de komende maanden. Um, maar wie weet dat ik voor het eind van het jaar al afgehaakt ben van zowel Warzone 2 als de multiplayer. Maar um, I don't know, als ze gewoon blijven tweaken en zo. En, en bepaalde dingen wat intuïtiever uh, uh, gewoon, uh, op je scherm toveren ja dan zou dit zomaar toch ondanks ja, weet je wel, alles een uh, uh, multiplayer kunnen zijn die ik uh, wel wat vaker speel. Ik merkte ook gewoon wel um, dat, dat, toen ik het streamde van hé, hey, mensen vonden het wel weer zo die oude die kan er nog wel wat van zeggen. Ja, en omdat het maar ook omdat die game nieuw is weet je dus dat uh... nee maar ook omdat mensen wel ik merkte omdat ik een paar jaar eigenlijk een paar jaar een soort van Call of Duty stop heb gehad mm -hmm. um, zowel bij de kijkers als bij mezelf van dit is toch wel weer even Even lekker om mee bezig te zijn. Even kontneuken. Even kontneuken inderdaad, ja. ja. Maar dat is wat je doet toch met Call of Duty? Gewoon kontneuken. Ja, blijkbaar. ja, ja. Het is gewoon kontneuken. Okay, het gaat hier alleen maar over Warzone en kontneuken de hele tijd. Wat de fuck? Nee, ik wil er nog eventjes aan toevoegen dat... Uh, dat je liever uh, Warzone wil ik liever wil Warzone speel dan kontneuken. Dat je liever in je kont ik, wordt geneukt dan Warzone. Ja. Ik heb niet zoveel met kontneuken. Maar ik vind wel... Uh, uh, ja, weet je, deze game voor mij, whatever man, lekker belangrijk. Ik vind het, ik vind het, ik vind het pulp. Uh, inmiddels, nah, wat kijk jij ja. neer op deze shit? Ja, ja ik, En dan zelf die garen Just Cause 4 shit op hem. Nee Dat Maar daar da, da kunnen we over, uh, grappen over maken. Maar da, ja, ja daar da kunnen we heel veel grappen over maken. heb je missen een <laughs> Wat is dit? Jullie zijn allemaal aan het kontneuken. Goed, hou je van grondneuken. Dan is uh, <laughs> deze game wat <had> voor <laughs> Modern jou. Warfare 2 absoluut iets voor jou. Uh, uh, check het. Misschien zie je skate ergens nog onthobbelen. Als je online speelt. En anders kom je mij zeker tegen bij Warzone 2. En dan hebben we het hier verder helemaal niet meer over. you